Dit was het voorbeeld. Twee beroeps van de stilte laten zien hoe dansen kan zijn. Ze noemen dit project Jong. Het is de J van Jong, de O van Oud. En wat we heel graag willen is dat de middelbare scholieren en de ouderen beter kennis met elkaar maken. Het hoeft niet per se, maar het is wel grappig. Er zijn wel wat vooroordelen, denken vooral de jongeren. Nou ja, het is wel bekend dat de meeste mensen denken dat de jonge generaties alleen maar achter de computer zitten en op de telefoon. Ik had niet verwacht dat ze van jongeren zouden denken dat ze alleen maar op de bank hangen en op een mobieltje zitten en tv kijken. Nu is dat wel extra duidelijk geworden, want ze denken dat echt alleen maar. Dat sprankelt, hè? Tenminste, de meeste wel. Dat sprankelt, dus die hebben nog een heel leven voor zich, zoals een van de jongeren zei. Wat vind jij van oudere mensen? Oud. Meestal wel heel aardig en rustig. En meestal wel lieve mensen. Maar eigenlijk kunnen ze nog best veel. Dus ja, dat viel me eigenlijk wel mee. En ze gaan nog meer repeteren, want er komt een voorstelling. Ik had net een duet met zo'n oude vrouw. En ik merkte wel dat zij alles veel langzamer opnam. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. En soms zijn ze ook stijver, hoor, vind ik. Sommigen zijn heel lenig en anderen met bewegen, die bewegen misschien minder. Ik zou het zelf nooit zomaar met iemand aanraken of zo, iemand oud. Maar ik vind het wel speciaal en ja.